Goedenavond, dames en heren. Mag ik u namens de Verenigde ChristenUnie-afdelingen uit de regio Food Valley van harte welkom heten op deze avond, die geheel en al in het teken zal staan van het thema voedsel. En u gaat vanavond een première beleven, zo zie ik het tenminste, en ik zal u dat uitleggen. Het eerste is, wat is goed om te weten, is dat sinds 1 januari 2018 hier aan de CEE ook een lectoraat voedsel en gezondheid, als ik het goed zeg, is gestart. Jan van der Stoep van de CEE gaat er zo meteen wat meer over vertellen. Dat is één. Wat ook goed is om te weten is dat sinds vorig jaar 26 oktober Nederland opnieuw een minister heeft van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. En die twee zaken, en dat is de première ook, die gaan elkaar vanavond hier voor het eerst ontmoeten. Hartelijk welkom. Ja, we hopen natuurlijk... Ik denk dat ik ook namens de CEE mag spreken. We hopen natuurlijk dat het niet voor het laatst is. Afgelopen vrijdag vierde de WUR haar 100-jarige bestaan. Ik denk, nou ja goed, die zijn dus ook 100 jaar geleden ergens aan begonnen. Hartelijk welkom aan Hare Excellentie. Ik heb het opgezocht, zo heet het officieel. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En daarnaast ook vice-minister-president. Welkom aan drie pitches die wij voor vanavond hebben uitgenodigd. En daarvoor ziet u ook de schermen staan. Drie pitches. De eerste is Leon Meijer, voedselwethouder in de gemeente Ede. Hartelijk welkom, Leon. De tweede pitch van vanavond komt van Peter Jansen. Dat is niet de tweede, dat is de eerste. Peter Jansen, docent hier aan de CAE. We leggen zo meteen aan u uit wie hij verder is. En dan hebben we Jeannette van der Boer. Bezig met een promotieonderzoek aan de WUR. Hartelijk welkom jullie. Welkom ook aan Arjen Droog. Die zit daar. In het dagelijks leven werkzaam als secretaris van de regio Food Valley. En vanavond pakt hij zijn oude hobby of vak, ik weet het niet precies, weer op. Namelijk journalist. Hij is degene die zo meteen de minister de vragen zal stellen. Wat kunt u vanavond van ons verwachten? We gaan zo meteen de minister uitnodigen om ons mee te nemen in haar visie op het thema voedsel. Maar daarna gaan we met haar in gesprek. En dat doen we aan de hand van een aantal vragen. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen. Maar we gaan dus ook drie pitches vragen om hier in ons midden een pittige stelling rond het thema voedsel in ons midden te leggen. En dan moet u denken aan een thema rond een pitch rond het thema voedsel en communicatie. Dat doet Peter Jansen. Dan komt er een pitch rond het thema voedsel en gezondheid. Dat is Jeannette van der Boer. En als laatste zal Leon Meijer, de wethouder in Ede, ons meenemen. Ja, in de wereld van de lokale politiek misschien, moet ik zeggen. Maar ook hoe kunnen we dat thema voedsel nou verbinden met ook al toch wel praktisch in de politiek. Ja, ik zei het al. Jan van der Stoep. Mag ik jou naar voren uitnodigen? Ik geef je de microfoon. Zou jij ons kunnen uitleggen wie je bent? En waarom wij überhaupt hier aan de CAE over voedsel praten? Geachte aanwezigen, geachte minister Schouten, beste Carola. We zitten hier inderdaad aan de CAE, de Christelijke Hogeschool Ede. Een christelijke hogeschool die studenten heeft vanuit het hele land. Met studenten die studeren in de zorg. Studenten die studeren in organisatiewetenschappen, communicatie, journalistiek. Studenten die... proberen leren voor leraar, onderwijzer, zit in het onderwijs. Je kan je afvragen, wat heeft zo'n hogeschool met een landelijke uitstraling, maar met beroepen die opleiden tot functies in de dienstensector te maken met voeding. En als je mij dat 5 jaar geleden had gevraagd, dan had ik ook gezegd van, nou, volgens mij heeft dat niet zoveel met elkaar te maken. De afgelopen jaren is er in de CE echter heel veel gebeurt. We hebben ons steeds meer gaan afvragen van wat wij hier doen in Ede. Waarom is onze hogeschool hier in Ede en hebben we niet een functie, een taak voor de regio? Is het niet belangrijk dat wij als hogeschool ook de regio dienen? Tot vrucht zijn voor de regio hier in de buurt. En de regio waarin we hier zitten is Food Valley. En toen we met het thema voeding aan de gang gingen, ontdekten we dat het een heel prachtig thema is, ook voor onze hogeschool.
Er zijn hier allerlei hogescholen die bezig zijn in de agrarische sector. Wij zijn veel bezig in de dienstensector, maar juist door de dienstensector te verbinden aan voeding kan iets heel moois ontstaan. Door met voeding bezig te zijn in het onderwijs, door met voeding bezig te zijn in organisaties, door met voeding en communicatie bezig te zijn, door met voeding en gezondheid bezig te zijn. En we ontdekten dat als je met voeding bezig bent, je eigenlijk met het hele leven bezig bent. En dat je ook bezig bent met waarden die bij ons in de Christelijke Hogeschool heel hoog staan aangeschreven. Voeding heeft alles te maken met duurzaamheid, zorg voor de aarde. Voeding heeft alles te maken met rechtvaardigheid, de verhoudingen tussen mensen onderling. Gastvrijheid. Voeding heeft te maken met gezondheid, zorgvuldig omgaan met je lichaam. We hebben de daad bij het woord gevoegd. En we zijn de laatste tijd, de afgelopen jaren, bezig geweest om van voeding echt een thema te maken en er als hogeschool in te investeren. Eén product daarvan is inderdaad dat we een lectoraat voeding en gezondheid hebben ingesteld, waar net al over gesproken werd. We hebben een serieuze lector die zich bezighoudt met voeding. Willemieke Kroes, ik weet niet waar ze zit, maar kijk, daar is Willemieke. En we doen nog veel meer. We hebben een minor voeding verbind. En vanaf dit jaar hebben we ook een minor voeding en communicatie. En we gaan meer minoren opzetten rondom voeding. En we hopen op termijn daar ook iets van een opleiding rondom voeding te ontwikkelen. We spreken met de gemeente Ede. We spreken met de Food Valley. We spreken met organisaties hier in de regio. We zijn betrokken bij het World Food Center. En zo willen we echt investeren met partners in de buurt in het thema voeding. En ook wat betreft onderzoek, waar ik zelf als voorzitter van de lectorenraad verantwoordelijk ben, investeren we in voeding. Gaan we steeds meer onderzoekscapaciteit zetten op het thema voeding. Persoonlijke noot tot slot. Ik ben de laatste tijd, doordat we met voeding bezig zijn hier op de Christelijke Hogeschool, enorm geraakt door het thema. Ik vind het een prachtig thema. En eigenlijk denk ik af en toe, we moeten het niet over voeding hebben of over food. Maar we moeten het misschien gewoon over de maaltijd hebben. Aan een maaltijd zitten mensen bij elkaar. Aan een maaltijd worden tradities doorgegeven van de ene generatie op de andere generatie. Aan de maaltijd weten we ons verbonden met de aarde, het voedsel dat we eten. Als je in de Bijbel kijkt en we gaan terug naar onze eigen traditie, dan ontdekken we dat als het gaat over shalom, het goede leven in de Bijbel, het goede leven in relatie tot elkaar en in relatie tot God, dan wordt dat altijd gesymboliseerd door de maaltijd. De maaltijd verbindt ons met de aarde, met het leven om ons heen. De maaltijd verbindt ons met de mensen die rond tafel zitten en die we rond de tafel uitnodigen. En de maaltijd verbindt ons ook met onze traditie en met degene van wie we het eten mogen ontvangen. Dank u voor uw aandacht. Dankjewel Jan, mooi. Voor de volledigheid, mijn naam is Nico Drost. Ik kom uit Rhenen, ik ben daar raadslid, namens de ChristenUnie ook. Ik ben daarnaast ook voorzitter van de regiocommissie Food Valley. En ik ben erg blij dat wij sinds vorig jaar die minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weer hebben. En als u het goed vindt, dan noem ik u vanavond de minister van Voedsel. Want daar gaat het tenslotte over. En ik kan me herinneren, Leon, dat wij een keer vorig jaar, begin vorig jaar, jij was het eigenlijk, pleiten voor een minister van Voedsel in Nederland. Prachtig mooi om te zien dat dat op die manier ook gestalte krijgt. Mag ik een groot applaus voor minister Carola Schouten. Goedenavond allemaal. En wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om over een thema te spreken waar ik vandaag al heel veel over gesproken heb. Ik ben vandaag een rondje regio hier gaan doen en ik heb de hele dag al over voedsel gesproken. En het komt goed uit, want inderdaad, in ons ministerie, we hebben weer een nieuw ministerie in oprichting. En dat is landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dus voedsel is een centraal thema. Maar de afgelopen 4,5 maand dat ik in het kabinet zit en dat ik ook bezig ben met het thema voedsel, heb ik wel eens gezegd tegen mensen die daarover ging. Het gaat eigenlijk helemaal niet over voedsel, dit gaat over leven. Voedsel is de basis voor ons leven. Als wij geen voedsel hebben, dan vroeg of laat gaat dat een keer fout. En voedsel is dus een heel essentieel onderdeel van ons zijn. Wij kunnen zijn door hetgeen dat de aarde ons geeft. Tegelijkertijd zijn wij misschien wel ontzettend aan het vergeten
wat de waarde van ons voedsel is. Letterlijk. Ons voedsel is, als je het vergelijkt met jaren geleden, als je kijkt hoeveel deel, wat voor deel van ons inkomen opgaat aan voedsel, is enorm teruggegaan. Dat kan je zien als een, als welvaart, als een voordeel, als iets wat goed is. We worden steeds efficiënter in onze productie en we kunnen steeds meer geld overhouden voor andere dingen. Dus dat kun je als winst zien. Dat is het enerzijds ook, maar ik zie ook wel een grote keerzijde daarvan. Wij zijn ons voedsel waardeloos gaan vinden. Omdat het ook niet zo duur meer is. Als wij nu, ik weet niet of het u wel eens overkomt, mij wel regelmatig, helemaal sinds ik dit ambt mag bekleden. Ik denk nog wel eens een keertje dat ik, of ik hoop dan dat ik een keertje 's avonds thuis kom om te eten. En ik ga er ook vanuit bij het boodschappen doen. Dan blijkt het dat ik toch nog langer in Den Haag zit of een keer hier deze avond voor u sta. En dan heb ik net dat stukje vlees gekocht dat dan 2-3 dagen in de koelkast legt en dat ik eigenlijk moet gaan weggooien. Ik vind het erg dat het gebeurt, maar het gebeurt mij. Op het moment dat ik dat doe, is het meer een soort van, hè, jammer. En ik gooi 3, 4, 5 euro weg. Het doet mij niet zo'n pijn meer. Ik voel dat niet meer zo. Terwijl als we zien wat voor energie, menskracht, water, productie er allemaal achter dat kleine stukje vlees zit, dan zouden we daar eigenlijk heel anders tegenaan gaan kijken. En het feit dat ons voedsel letterlijk minder waarde heeft gekregen op het moment dat wij het kopen, heeft ons beïnvloed hoe wij tegen voedsel zijn aan gaan kijken. En Jan zei het net al in de Bijbel, maar ik denk ook als je het aan onze voorouders vraagt, de maaltijd was iets waar je heel veel tijd en energie in stak. Ik weet niet of iedereen de soep van zijn oma kent. Ik wel. De soep van mijn oma die was ontzettend lekker. Maar waarom was die zo lekker? Omdat die ook, daar zat een heel proces achter. Dat was niet even een zakje dat we opwarmden en daar klaar mee waren. Daar ging liefde, passie in en tijd. Er werd aandacht aan besteed. Wij besteden niet zo heel veel aandacht meer aan ons voedsel. Het moet vooral nog ons dienen in ons tempo dat wij hebben, in ons leven dat wij leiden, in onze vlucht, in onze jachtigheid. En voedsel is daar een onderdeeltje van geworden. Het is niet meer een centraal thema in ons leven. En doordat we zo met voedsel zijn omgegaan, komt het ook dat wij nu voor vraagstukken staan waar ik denk onze voorouders veel minder mee te maken hadden. Voedselverspilling. Hoeveel voedsel verspillen wij wel niet per jaar? In bedragen zo'n 2 miljard euro per jaar. Dat is een enorm bedrag, 2 miljard. En dan kun je zeggen, wat jammer, wat zonde van dat geld. Maar ik denk dat het voor iets veel fundamenteler staat. Het staat ervoor dat wij een scheefgroei in deze wereld hebben gekregen die in mijn optiek echt doorgeslagen is. Afgelopen vrijdag was ik bij de 100-jarig bestaan van de Wageningen Universiteit. Een ontzettend mooi evenement. Ik denk dat jullie met recht trots mogen zijn op zo'n mooie universiteit hier. Zoveel kennis en kunde dat daar al ontwikkeld wordt en al die jaren ook ontwikkeld is. En Louise Fresco die hield daar een speech en dat vond ik, en één ding moest ik daar heel erg van onthouden. Die zei toen 100 jaar geleden die boerenjongens hier onze universiteit opstarten, was er sprake van voedselschaarste, er was sprake van ondervoeding, er was een tekort aan voedsel. Daar gingen de vraagstukken over, hoe kunnen we zorgen dat wij die monden kunnen voeden. We zijn nu 100 jaar verder en waar houden we ons mee bezig met obesitas? Dat is denk ik het kenmerk van wat er de afgelopen 100 jaar is gebeurd. We zijn van een tekort naar enorme overvloed gegaan, terwijl we tegelijkertijd weten dat het wereldwijd niet eerlijk is verdeeld. Dus we staan nogal voor wat vraagstukken. Aan de ene kant te zorgen dat in ons eigen land dat wij weer voedsel leren herwaarderen in mijn optiek. De waarde weer leren zien. Niet alleen de intrinsieke waarde, maar ook de waarde voor ons leven, de waarde voor ons samen zijn. En de waarde ook aspecten als gezondheid. Alle elementen die daar omheen komen. Tegelijkertijd, hoe zorgen we ervoor dat wat wij hebben in overvloed, dat we dat ook nog eerlijk gaan verdelen in deze wereld. En ik denk dat deze regio, dat is niet omdat ik hier nou toevallig ben om dat te promoten, maar ik doe het in andere regio's ook.
Maar ik denk dat deze regio misschien ook wel eens een sleutel daarvoor in handen kan hebben. Want wij exporteren veel voedsel. Tegelijkertijd wordt de vraag wereldwijd steeds groter naar voedsel. Dan kun je zeggen, nou, wij gaan produceren voor de wereld. We doen al heel veel in dat opzicht. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij steeds meer kennis moeten gaan exporteren. Nederland is een ontzettend innovatief land als je kijkt hoe wij bijvoorbeeld kunnen produceren met weinig water. Hoe wij kunnen produceren met bepaalde soorten land. Bijvoorbeeld zilte gewassen. Zilte teelten. We dachten altijd op zilte grond kun je niks verbouwen. Dat is niet zo. Er is hier in Nederland onder andere kennis ontwikkeld. Waardoor, en ik heb die product ook geproefd, smaakt prima. Daar kun je echt wat mee. En dat zijn technieken waarvan ik van overtuigd ben dat die wereldwijd steeds meer nodig zijn om te kunnen zorgen dat daar ook geproduceerd wordt wat daar nodig is. Nederland moet qua kennis nog meer een exportland worden op het terrein van voedsel. Zo kunnen wij helpen om te zorgen dat andere landen ook steeds meer hun monden kunnen gaan voeden. Tegelijkertijd hebben wij hier ook een groot vraagstuk over hoe gaan wij om met onze eigen schaarse middelen. Hoe gaan wij om met dierenwelzijn? Hoe gaan wij om met duurzaamheidskwesties? Ik kom net van een diner vandaan en daar waren heel veel grote supermarkten, producenten, alle schakels bij elkaar. En die zaten heel de avond ook te discussiëren en na te denken over hoe we steeds duurzamer kunnen gaan produceren. We hebben nog wat opgaves die we te halen hebben als we bijvoorbeeld de doelen van Parijs willen halen. Het kabinet heeft daar ook concreet invulling aan gegeven. Landbouw is een van de sectoren die daar ook aan mee zal moeten doen. Maar dat betekent nogal wat. Dat betekent dat wij heel wat stappen moeten gaan zetten om onze productie ook weer duurzamer met minder CO2 moeten gaan produceren. Allemaal omdat anders onze externe effecten, onze negatieve externe effecten, dat onze kinderen, kleinkinderen, dat die er allemaal last mee gaan hebben. Maar ik was vandaag ook bij een boer. En die zeggen ook, wij willen bijdragen om te zorgen dat wij duurzamer kunnen gaan produceren. Zij zien ook dat ze dat moeten. Zij zeggen, dat willen we ook. Alleen, als wij er niet voor betaald gaan krijgen, dan zal het op een gegeven moment afgelopen zijn met ons. En wij leggen onze boeren behoorlijke eisen op. Op het terrein van fijnstofemissies, op het terrein van bepaalde uitstoot, op het terrein van dierenwelzijn. Maar wij gaan onze boeren er allemaal vervolgens niet naar betalen. Ik ben ervan overtuigd dat wij, als wij naar een systeem willen, waarin we aan de ene kant zorgen dat we produceren op een duurzame manier, waar we ook de waarde van voedsel weer gaan zien, dat we aan de andere kant ook bereid zullen moeten zijn om wat meer te gaan betalen voor die producten. En dat is nu best moeilijk, want onze economie is redelijk georganiseerd volgens de lijnen van de mededinging. Er wordt heel goed aan u, consument, gedacht. De mededingingswetgeving is er vooral op gericht dat de consument in die end niet meer betaalt dan nodig is. Maar laat ik me eens omdraaien. Misschien is het wel eens tijd dat wij wat meer gaan betalen. Misschien ook wel dan wat nodig is. Om te zorgen dat we ook een consistent verhaal houden naar die boer die we zoveel eisen op gaan leggen. Om ook misschien ook wel weer de waarde van het voedsel in te gaan zien. En daarmee ook te beseffen dat voedselverspilling letterlijk waardeloos is. Wij zijn bezig om te zorgen dat er steeds meer initiatieven toegestaan zijn in het kader van het meer betalen van die boer. Dat valt niet mee. Wij zitten in Europese regelgeving redelijk strak aangesnoerd. Maar we zijn nu bezig met een wetsvoorstel op te stellen waarin als groepen, boeren, producenten met elkaar afspraken gaan maken met supermarkten, retailers, dat zij daar wat meer, bijvoorbeeld in het kader van dierenwelzijn of duurzaamheid, dat zij een extra plus erop zetten, dat die supermarkt daar ook meer geld voor mag vragen. Dat mag op dit moment niet, of dat is heel ingewikkeld. Wij gaan proberen om met ons wetgeving daar toch, we zitten echt de mazen te zoeken ten opzichte van Europese wetgeving, maar dat toch mogelijk te maken. Zodat die boer inderdaad afspraken kan maken met een collectief bij de supermarkt. Kunt u ons daar wat meer voor betalen. Wij zullen ook moeten kijken naar hoe wij ons gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben vormgegeven. Misschien weten we het, maar
even voor de achtergrond, onze boeren krijgen ook geld uit Brussel. Dat komt ook uit een tijd dat er meer productie moest komen om Europees ook de monden te gaan voeden. En wij zeggen nu als Nederland, we moeten kijken wat zijn nu de uitdagingen waar we voor staan in ons beleid. En we moeten dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, dus de afspraken die we in Europa maken en het geld dat daarvoor is, ook daar meer op gaan richten. Dat betekent dat wij onze boeren dus ook weer gaan betalen op het moment dat zij bijdragen gaan leveren aan de maatschappelijke doelen. Duurzaamheid, dierenwelzijn, al dat soort aspecten, ook bijvoorbeeld op het terrein van biodiversiteit. Dat is ook een ingewikkelde discussie en in Europa is het taai. Daar zijn we hard aan het praten om het die kant ook op te krijgen. Maar we moeten dat soort discussies gaan voeren om te zien dat we aan de ene kant zorgen dat er perspectief is voor die boer, hoe die produceert. Aan de andere kant dat wij zelf ook weer leren inzien dat voedsel, dat daar heel veel energie, bloed, zweet en tranen bijna in zitten voordat het bij ons op ons bord ligt. En als ik dan weer eens een keertje thuis kom, omdat ik hier bijvoorbeeld een lezing heb gehouden en het koteletje ligt nog in de vriezer of in de koelkast en ik moet hem gaan weggooien, dat ik me dan echt de volgende keer diep, diep schaam en ik daar steeds meer over nadenk hoe ik ook consumeer. Want uiteindelijk is het niet de verantwoordelijkheid die van ons weg ligt. Het is allemaal onze individuele verantwoordelijkheid hoe wij straks met ons voedsel omgaan. Waarbij we best grote vraagstukken hebben. Maar ik geloof als we dat bewustzijn toe gaan nemen, dat we de regelgeving de goede kant op gaan zetten. En als we de kennis gaan combineren die hier ook in deze regio aanwezig is, hoe we dat gaan doen. Dat we weer een stapje weer naar een eerlijkere, duurzamere, maar ook waardevolle situatie ten opzichte van ons voedsel terechtkomen. Ik dank u wel. Hartelijk dank, Carola. Ik had hetzelfde opgezocht op internet als Nico, namelijk hoe ik u moet aanspreken. Maar ik zag non-verbaal dat u daar al net zo enthousiast over was als dat ik zelf. Dus ik zal u geen excellentie noemen. Ik wilde eigenlijk van u weten, wat voor woord zullen we deze avond proberen te vermijden? Kalverfraude of boerendochter? Kalverfraude. Oké, ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Dat hangt ook een beetje van het publiek af, denk ik. U heeft zojuist een pleidooi gedaan om ons eten meer op waarde te schatten. En u gaf daarbij ook aan dat ons eten te goedkoop is. Tegelijkertijd heb ik begrepen dat u vandaag zich ook nog geëngageerd heeft uitgelaten over de tweedeling tussen arm en rijk, die ook op het gebied van voedsel heel zichtbaar is. Als eten duurder wordt, krijgen we dan niet meer klanten voor de voedselbank? Nee, dat denk ik niet. Dat is een spannende vraag, want ik hoor ook nog wel eens, als je dit soort verhalen hoort, het is ook een beetje een elitair verhaal. Hè? Als je het kan betalen, dan is het fijn. Als je het niet betalen, dan heb je een probleem. Ik denk dat we in de volle breedte moeten kijken hoe we met ons voedsel omgaan. En dat heeft er ook dan mee te maken dat we ook richting bijvoorbeeld onze voedselbanken moeten zorgen dat we het ook makkelijker maken om daar bijvoorbeeld voedsel aan te doneren op het moment dat dat zich voordoet. Denk niet dat je meteen doordat je vlees 50 cent duurder is, dat je daardoor meteen in de problemen komt, dan zit daar echt al iets heel groots achter, zeg maar. En waar ik nu zie dat we juist best wel regelgeving hebben waar dat ingewikkelder maakt om bijvoorbeeld dat voedsel te gaan doneren, moeten wij ook kijken hoe we dat vereenvoudigen, zodat echt voedselverspilling minder wordt. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld hoe wij omgaan met onze tenminste houdbaar tot maatregelen. Ik ben een tijdje geleden naar de eurocommissaris ook gegaan, had ik een mand met allerlei producten, suiker, rijst, pasta, water zelfs, waarop allemaal stond tenminste houdbaar tot. En ik vroeg hem van, sinds wanneer denkt u dat dan over 3 maanden dat niet meer houdbaar is? Toen zei hij, ja, dat is niet zo. Nee, ik ben, zeg maar, we zetten het er wel op en daardoor krijgen we ook een situatie waarin ons voedsel ook, waarin daardoor ook veel verspild wordt. Ik denk dat we dus aan de ene kant ook moeten zorgen dat we makkelijker voedsel kunnen doneren aan bijvoorbeeld zaken als een voedselbank. Tegelijkertijd zal het voedsel iets duurder worden, maar ik denk niet dat dat meteen gelijk hetgeen is waardoor mensen niet meer dat voedsel kunnen kopen. Dan is er echt structureel
al veel meer aan de hand, zeg maar, dan dat jij net dat kleine stukje, dat die paar centen meer moet betalen voor dat stukje vlees. Maar die paar centen kan al het verschil maken in hoe jij, bijvoorbeeld hoe die boer gewaardeerd wordt op zijn melk of op wat hij krijgt voor de producten die hij geeft, zeg maar. Ja, want als ik kijk naar de speech die u afgelopen vrijdag, u refereerde daar al aan, bij de Wageningen Universiteit heeft uitgesproken, daar leek een pleidooi in te zitten wat diep uit uw hart lijkt te komen. Als ik u daar mag citeren. We owe something to the future, to our children and grandchildren. They will need more, not less, more nature, sufficient and healthy food, and a fair price system for those that work so hard to deliver it. It's everyone's responsibility now to adopt the new ways of production and consumption, to change and realize a transformation at all levels, and that transformation is a verb. Geeft dat iets weer van uw eigen drijfveren ook? Het was ook merkbaar hier in uw aftrap. Ja, ik probeer in hoe... je kan heel technisch naar dit vraagstuk kijken. En dat kun je ook op een hele... ook in de wetenschap kan je dat gewoon heel technisch bekijken, zeg maar. Hè. Hoeveel voedsel heb je nodig, hoeveel nutriënten heb je nodig, allemaal dat soort aspecten. En dat is goed, want dat geeft ons veel kennis hoe we dingen moeten doen. Alleen uiteindelijk denk ik dat je het altijd moet relateren aan van waarom doen we dit? En waarom... wat is uiteindelijk onze rol, positie, allemaal op de plek waar wij zitten? En als ik hem gewoon naar mezelf terughaal, dan denk ik... wij hebben de aarde gekregen om daar ook om daarvan te mogen genieten, om van de vruchten van de aarde te mogen genieten. Maar daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor degenen die na ons komen. Ook voor degenen die nu ons voedsel produceren. Voor degenen die ook de negatieve effecten ondervinden van ons gedrag. En dat is niet alleen maar uit een soort moreel vingertje dat we omhoog heffen. Dat kan bijna een soort van negatieve klank hebben van, oh, daar heb je ze weer, we moeten weer zoveel. Maar ik denk dat het vooral ook een soort van besef is van, als wij zo op deze manier doorgaan, hebben onze eigen kinderen en kleinkinderen dan ook nog datgene wat wij hebben. En als je die vraag teruglegt, en die moet iedereen maar gewoon voor zichzelf ook beantwoorden, die ga ik niet allemaal voor iedereen individueel beantwoorden, maar ik denk dat dat uiteindelijk de vraag is die je voor jezelf wil stellen. Kunnen wij ook zeggen dat wij het voor onze kinderen en kleinkinderen straks ook nog goed hebben? Dat is nou in ieder geval iets wat mij drijft. Maar ik denk ook dat het een grotere opdracht voor ons allemaal is. Oké, dank u wel. U dreigde daar zojuist al wat gras voor de voeten van een van de pitches weg te maaien. Sorry. Voordat dat nog meer het geval is, stel ik voor dat we naar de eerste pitch toe gaan. Nico. Dank jullie wel. Ja, zoals aangekondigd, een aantal mensen hebben bereid gevonden om deze avond ons te voorzien van een prikkelende stelling. En de eerste die dat is Peter Jansen. Hij is docent onderzoeker voeding en communicatie hier aan de Hogeschool Ede. Proefschrift op zijn naam, communicatie over natuur in Nederland aan de Wageningen Universiteit. Hij is raadslid ook voor de ChristenUnie in Ede. Een aantal petten heeft hij wel. Peter, aan jou de vloer. Het is de maand van de voedselverspilling. Jaarlijks gooit de Nederlandse consument voor circa 2,5 miljard euro aan voedsel weg. Onacceptabel. Het is dan ook mooi om te lezen dat Nederland op 20 maart een voedselakkoord krijgt. Een voedselverspillingsakkoord. En een van de afspraken is dat bedrijven jaarlijks gaan rapporteren hoeveel voedsel er in totaal was en wat ze ermee gedaan hebben. Communiceren over voedselverspilling, een goede zaak. Zo komt er ook een campagne gericht op een van de grootste voedselverspillers, u en ik. Consument. Maar vanavond wil ik de vinger leggen bij een ander punt. Bij de spanning tussen volksgezondheid bevorderen en voedselverspilling tegengaan. Of beter, bij het gevoel dat mij bekruipt dat volksgezondheid bevorderen doorslaat met als gevolg meer voedselverspilling. Ik citeer een bedrijfsleider van een supermarkt onlangs in het Algemeen Dagblad. Een zak chips of een pak rijst is niet bedorven als de datum voorbij is, maar we mogen het niet meer verkopen. Werken met houdbaarheidsdata werkt in zekere zin voedselverspilling in de hand. 15% van de Nederlandse consument weggooit is gerelateerd aan de overschrijding van de houdbaarheidsdatum. En wanneer de houdbaarheidsdatum verlengd zou worden, is het zeer aannemelijk dat de voedselverspilling kleiner wordt, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Is voedselverspilling dus niet vooral een communicatieprobleem?
Op verpakkingen kan een tenminste houdbaarheidsdatum staan. De minister wees er net al op. Of een te gebruiken tot datum. Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Een TGT-datum op producten die naar je betreffende datum moet weggooien. Duidelijk zou je zeggen. Toch niet. Volgens een blog van een medewerkster van het voedingscentrum is het de reden waarom de ene product een THT-datum opstaat en op het andere product een TGT-datum niet duidelijk. Waardoor de consument geneigd is alle producten hetzelfde te behandelen. En ze constateert dat als zowel het voedingscentrum als de voedingsmiddelenindustrie aan nog meer mensen kan uitleggen dat je bij een tenminste houdbaarheidsdatum op je zintuigen kunt vertrouwen, dan helpt dat tegen voedselverspilling. Oftewel, ruik zelf eerst even en gebruik je gezonde verstand. En daarom mijn stelling voor vanavond, we moeten af van een tenminste houdbaarheidsdatum en ons beperken tot een tenminste gebruiken tot datum. Maar ook hier geldt, de werkelijkheid is minder stringent als de labels communiceren. Een te gebruiken tot label staat ook op voorgesneden groenten. En hier in Ede weten we, fermenteren helpt ook tegen voedselverspilling. Maar dan moeten we wel durven communiceren, en nu verwijs ik naar een website, dat verrot lekker is. Dank u wel. Koor op uw molen, zou ik zo zeggen. Ja, zeker. Wat ook net gezegd werd van gebruik je zintuigen. Soms denk ik, de overheid heeft mensen ook wel een beetje lui gemaakt. Als voorbeeld noem ik, als jij bij de Albert Heijn bent en je koopt een zakje aardappels dat in dat plastic gewoon is verpakt, dan staat daarop inderdaad tenminste houdbaar tot. Als jij gewoon aardappels loskoopt, daar staat geen datum op. Er staat niet op elke aardappel aangegeven tot hoe lang die houdbaar is. Dus ik heb thuis zo'n kistje staan waar ik mijn aardappels meestal in mik. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, dit kan nog wel of dit kan nog niet. Gewoon puur boerenverstand zou ik bijna zeggen. Als ik zo'n zakje koop, dan staat er een datum op en ga ik handelen naar dat zakje. Dan denk ik, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ga ik inderdaad niet zelf bekijken hoe het product eruit ziet? Er even aan ruiken, er even naar kijken en we zijn er ook uit. Dus we hebben een bepaalde mate, en ook een bepaalde mate denk ik soms van schijnzekerheid gecreëerd, om mensen toch maar te behoeden voor alles wat er is. Terwijl als je mensen toch net wat meer zelf zou laten nadenken, dat ik denk dat het in heel veel gevallen ook prima goed zou komen. Waarbij ik dus je pleidooi helemaal onderschrijf van, nou ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik wist dus inderdaad ook tot niet zo heel lang geleden niet het verschil tussen THT en TGT. Terwijl je nu dus inderdaad ziet, tenminste houdbaar tot voor producten die echt nog heel lang houdbaar zijn. Wie dienen we dan met zo'n aanduiding? Is het dan echt inderdaad de consument of misschien ook het feit dat we lekker blijven consumeren? Dus u wilt u wat aan gaan doen? Ja, dit is echt een Europese discussie die wij die we aan het voeren zijn. En die discussie loopt al heel lang. Dus ik heb vooral de commissaris behoorlijk proberen te pushen om hier stappen te gaan zetten. Ik vrees, misschien verrast hij me, maar ik vrees dat het komend jaar niet meer gaat gebeuren. Maar er zijn volgend jaar verkiezingen en als er een nieuwe commissaris zit, dan zou ik hem zeker aansporen om daar weer werk van te gaan maken. Tegelijkertijd denk ik dat op het terrein van verspilling, dat we ook op die manier anders weer naar onze producten moeten gaan kijken. Ik was niet zo heel lang geleden in Veghel bij de verspillingsfabriek. Ik raad u allemaal aan daar eens een keer te gaan kijken. Het is echt ontzettend inspirerend. Dat is een concept waar ze zeggen, wij kunnen met allerlei producten die worden afgeschreven in de supermarkten, kunnen wij nog mooie producten maken. En wat zij binnenkrijgen, daar gaan zij gewoon mee handelen. En zij kunnen daar pastasauzen maken, soepen maken. Allerlei creatieve zaken met producten die gewoon technisch gezien weggegooid moeten worden. En die daarna gewoon weer nog heel veel waarde hebben. En dat ook gewoon verwaard wordt. Het wordt ook nog verkocht op die manier. Dus ik denk dat we ook niet alleen met het zaken van dat je alleen met die aanduidingen moet gaan kijken. Maar als het dan technisch over de datum is, dat je dan nog steeds gewoon gaat kijken, wat kunnen wij er ook mee op zo'n manier dat het voedsel niet verspild wordt, maar zijn waarde houdt. Als we teruggaan naar de pitch van Peter Jansen, dan lijkt er ook een diepere laag onder te zitten. Namelijk de laag dat voedselproducenten en voedselconsumenten
ook langs elkaar heen praten. Ja. Herkent u dat? Ja, niet alleen langs elkaar heen praten. Ik denk dat, en dat sluit een beetje aan, hoop ik, op het verhaal wat ik net heb gehouden. Wij zijn loskomen te staan van hoe ons voedsel geproduceerd wordt en waar het vandaan komt. Ik weet niet hoe het... dan komt de boerendochter weer. Ik ben dus opgegroeid op een boerderij. Maar ik zal u eerlijk vertellen dat ik mijn zoon nog nooit heb meegenomen naar een boerderij. Nu nog steeds niet. Dat is best gek. Maar dat geeft al aan hoe ver wij misschien al af zijn komen te staan van het produceren van voedsel. Er is letterlijk een steeds grotere kloof gekomen tussen degene die ons voedsel produceren en degene die het consumeren. Ik was een tijdje geleden op een school. Toen was ik net minister, echt 2 weken of zo. Toen vroeg de juf, wie weet wat een minister van landbouw is en van natuur en voedselkwaliteit. Al die kindertjes die zaten me een beetje schaapachtig aan te kijken, wat ik heel goed begrijp, want ik zou het ook niet geweten hebben. Alleen, ik vroeg ze van, waar komt jullie voedsel vandaan? En toen zeiden ze, uit de supermarkt. Dat klopt, maar waar krijgt die supermarkt het dan weer vandaan? Nou, toen ik zei, wat heb je gedaan vanochtend toen je uit bed kwam? Nou, een boterhammetje gepakt en een glaasje melk. En waar komt dat glaasje melk vandaan? Ja, van de koe. Waar komt die koe vandaan dan? Ja, bij de boer. Maar er is een enorme afstand gekomen tussen het besef waar ons voedsel vandaan komt, waar het geproduceerd wordt, en als het op jouw bord komt. En ik denk dat we daar ook bijna nog wel wat zendingswerk te verrichten hebben om te zorgen dat we weten waar ons voedsel vandaan komt, dat we weten wat erachter zit en dat we dus ook steeds meer waarderen wat daar gebeurt voordat wij dat in ons mond kunnen stoppen. Ja. Dan lijkt het me goed dat u de volgende keer als u hier op vrijdag en op maandag moet zijn, de volgende keer uw zoon meeneemt voor een lang weekend foodfeeling in een prachtige boerderij B&B hier in het gebied. Ik zal het eens voorstellen thuis. De rol van de consument, de rol van de producent, de communicatie daartussen, heeft de overheid daar nog een rol in? Want er is heel gemakkelijk sprake van een gebrek aan vertrouwen, of zelfs een latent wantrouwen, denk ik, vanuit de consument. Ja. Heeft de overheid daar een rol in om daar verandering in te brengen? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat wij onze kinderen al jong leren over voedsel. Dus er zijn scholen die het ook steeds meer gaan oppakken. Als ministerie ondersteunen we dat ook. Wij geven ook, we hebben ook bijvoorbeeld projecten rondom schoolgroente en fruit. Dat kinderen die, en misschien is hier in de regio, gaan kinderen allemaal met voldoende voedsel of gezond voedsel nog naar school. Maar met name in bepaalde delen ook, de wat armere delen ook van de steden, is dat echt niet vanzelfsprekend. En leren kinderen soms wel bijna letterlijk groente en fruit eten op school. Dat soort initiatieven ondersteunen wij ook, zodat ze ermee in aanraking komen. Maar daarbij geven we ook gelijk een lespakket. Zodat kinderen ook steeds meer weten van wat zit daarachter, waar komt het vandaan. En ik geloof zelf heel erg dat we echt bij jongeren moeten beginnen om duidelijk te maken hoe ons voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt. Dat zij ook vragen gaan stellen van, ja, maar wat vinden we ervan dat het op deze manier geproduceerd wordt? En wat vinden we er dan van dat er eten weggegooid wordt? Dat je op die manier ook al heel jong moet beginnen te leren wat ons voedsel inhoudt. Oké, dank u wel. We hebben het vanavond over voedsel en het leek me eigenlijk aardig om met elkaar ook eens te kijken wat weten wij nu eigenlijk over voedsel. En u kent vast het oude spelletje petje op, petje af. En ik zou u willen vragen om vooral ook mee te doen. En ik wil u uitnodigen om even te gaan staan voor zover mogelijk. Want we hebben geen petjes uitgedeeld. Maar we willen eens kijken waar zit nou de echte kennis en weet de minister ook wel waar ze het over heeft. Als het, ja, dit vinden we natuurlijk leuk om te doen. Ja. Ik heb 1 testvraag om eventjes te wennen aan hoe dit werkt. En de testvraag luidt als volgt. Overigens, de vragen die zijn soms heel erg economisch gekleurd, want die kant zit ook echt aan de voedselportefeuille. En soms juist heel sterk aan sociale kant. En al thema's als voedselverspilling of overgewicht die ook al raakten. Maar we beginnen even met een voedselniemendalletje. Namelijk, de stelling is, koffie bij het ontbijt verbetert de prestaties van de dag. Als u nou zegt, ja, dat is wetenschappelijk aangetoond, dat is het geval, dan steekt u uw handen op. Als u zegt, nee, dat is onzin, dat is broodje aap, dan houdt u uw handen naar beneden. Dus, en dit is een testvraag, dit heeft nog geen gevolgen voor de uiteindelijke score.
Ik zie de eerste verslaafden al bekennen. Nou, dit is de testvraag, hè? Dus de overgrote meerderheid zou moeten gaan zitten eigenlijk, want het klopt. Het klopt. Bij fysieke inspanning, als u koffie drinkt 's ochtends vroeg, dan heeft u 3-4% meer ruimte voor fysieke inspanning. En ja, voor fysieke inspanning, ja. Ja, maar dat doen wij niet. Dat doet u niet, nee. Ja. Er is nog een tweede effect, namelijk dat vermoeidheid ermee wordt uitgesteld door koffie te drinken. Ja, dus misschien is dat dan... Ja. Goed, dan gaan we nu voor het echt. De bedoeling is dat als u het antwoord fout heeft, dat u gaat zitten en dat de mensen die er nog staan de volgende vragen beantwoorden. En wie weet houden we één iemand over of een aantal mensen. Om eens te testen, hoe is onze kennis over voedsel? We beginnen aan de economische kant. De Nederlandse voedselproductie is buitengewoon efficiënt. En gemeten in economische toegevoegde waarde is de Nederlandse voedselproductie efficiënter dan het Europese gemiddelde ook. Maar hoeveel efficiënter? Is dat meer dan 4 keer zo efficiënt of minder dan 4 keer zo efficiënt? Probeer daarover na te denken. Dus het produceren van voedsel in Nederland ten opzichte van het Europese gemiddelde. Doen wij dat meer dan 4 keer efficiënter? Of minder dan 4 keer efficiënt. Als u denkt meer, steekt u uw hand op. Dan mag iedereen die de hand niet heeft opgestoken gaan zitten. Nederland is namelijk 5 keer efficiënter in het produceren van voedsel dan het Europese gemiddelde. En dat is een behoorlijk indrukwekkend cijfer. Daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Dan voor de mensen die nog staan. Hoeveel procent van het inkomen besteedt een gemiddeld Nederlands gezin aan voeding? Is dat meer dan 15%? Dan steekt u uw hand op. En dan zijn dat de mensen die mogen gaan zitten. 11%. Ja, 11%. Ja, inderdaad. Meneer Grievink hier weet het beter. En ik zal straks kijken waar mijn bronnen vandaan komen, want als u het zegt dan... Maar hij gaat toch zitten. Dan de derde stelling. Even kijken of hier wat meer mensen bij kunnen gaan laten zitten. De stelling is, meer dan een kwart van alle lager opgeleiden heeft een BMI van 30 of meer. En met een BMI van 30 of meer, dan heb je obesitas. Dus dat is niet overgewicht, dat is echt obesitas. Meer dan een kwart van alle lager opgeleiden. Als u denkt dat klopt, dan mag u uw hand opsteken. Het klopt niet. Het is iets minder. Het is een hele flauwe, maar we moeten een beetje uitdunnen, hè, want anders komen we niet. Het zijn maar 5 stellingen. Het zijn er maar 24% in plaats van 25%. Maar... Het is een quiz, ja. Maar 64% van die groep heeft last van overgewicht. Dat is een BMI van meer dan 25. Dus dat is een enorme groep. En om dat te vergelijken met hoger opgeleiden, dan daar waar bij lager opgeleiden sprake is van 24% obesitas, is dat bij hoger opgeleiden 9%. En 41% daarbij heeft overgewicht. Nou, dat zijn toch wel cijfers die er toe doen. En misschien goed om straks ook nog op terug te komen. Ten slotte, voor de mensen die nog staan, fruit is het meest verspilde product in huishoudens. Als u denkt, ja dat klopt, steekt u uw hand op. Als u zegt, nee dat gaat niet om fruit, dat gaat om iets anders, dan steekt uw hand niet op. Fruit is het meest verspilde product. Nou, dan mogen de mensen die hun hand opgestoken ook gaan zitten. Ik zie verrassend veel mensen uit Food Gemeente Ede staan nog. Dan, het is zuivel. Per persoon in uw leven gooit u bijna 1000 kilo aan zuivel weg. Op de tweede plaats staat brood. Meer dan 600 kilo, bijna 700 kilo aan brood gooit u weg in uw leven. Groente, 408 kilo, dus ruim 400 kilo groente gooit u weg. En op de vierde plaats staat fruit, 376 kilo gooit u weg.
in uw leven. Onvoorstelbare hoeveelheden. Ik heb één laatste vraag, want ik heb twee Food Valley paraplu's meegenomen en die wil de wethouder natuurlijk ook graag hebben. En dit is dan een benaderingsvraag. Want en dan gaan we dicht naar deze regio. Want de landelijke agri-food export, of de agri-food gerelateerde export, is ongeveer 20%. Dus dat is een brede definitie agri-food gerelateerd. In deze regio is die hoger. Maar hoe hoog? Ik heb het goede antwoord. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen. Wie van u denkt hoger dan 40%? Dan mag u blijven staan en dan mag de rest gaan zitten. En hoe hoog denkt u dat het is? 60. U meneer hiervoor. Ja? 61. Dan hebben we een winnaar. Achteraan, de agri-food gerelateerde export uit dit gebied is 48% van onze export. Dus bijna de helft van de export van dit gebied is agri-food gerelateerd. Dat is niet in overgrote meerderheid zijn dat de primaire producten. Die zitten er wel heel veel tussen, poultry bijvoorbeeld, maar ook kalfsvlees. Maar ook ontzettend veel kennis waar u het net ook al over had. Ik zorg ervoor, en ik heb een paraplu bij me, dat u die krijgt. Dan gaan we naar de tweede pitch. Dankjewel Arjen. De naam van de winnaar is Jacco Wisserhoff. Ik ken hem toevallig. Uit Achterberg kom ik ook vandaan. Pluimveehouder en eierhandel. Gefeliciteerd. We gaan naar pitch nummer 2. Mag ik naar voren uitnodigen Jeannette van den Boer. Rond het thema voedsel en gezondheid. Promovendus, ik lees het een beetje voor. Ga maar op het podium als je wil. Ik krijg zo de microfoon van me. Promovendus op het gebied van eetgedrag en voedselinname bij de leerstoel Sensory Science and Eating Behavior. Bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Engels en Nederlands door elkaar, heel fijn. Op 9 april ga jij je proefschrift verdedigen. Jij gaat ons meenemen bij je onderwerp. Enorm leuk, in de voorbereiding vond ik al. En je hebt een leuke stelling voor ons. Ga je gang. Nou, goedenavond allemaal. Ik wil jullie vandaag graag wat vertellen over minder eten makkelijker maken. Als promovendus bij Wageningen Universiteit houd ik me bezig met eetgedrag. En hoe dit van invloed is op hoeveel je uiteindelijk eet. En daarmee kijk ik dus ook naar hoe we het makkelijker kunnen maken om minder te eten. En zoals we net al een beetje hebben aangekaart, dit is erg belangrijk. Obesitas is een groot probleem. In Nederland bijna de helft van de mensen, van de volwassenen, heeft overgewicht. En ongeveer 1 op de 5 is obese. We hebben net ook al gezien wat dat precies betekent. En deze mensen die weten heus wel dat ze minder zouden moeten eten en meer bewegen. Maar het is nou eenmaal makkelijker gezegd dan gedaan. Dus is het van belang dat we de mensen hier een beetje bij helpen en dat we het makkelijker maken. Nou, een manier om dat te doen zou kunnen zijn het verlagen van eetsnelheid. En met eetsnelheid bedoel ik hoe snel calorieën in je slokdarm verdwijnen. Het idee is dat als je langzamer eet, dat je lichaam de kans krijgt om vast te leggen wat er allemaal binnenkomt en je dus eerder vol raakt, dus eerder een vol gevoel krijgt. Nou, er zijn verschillende manieren om eetsnelheid te verlagen. En een van die manieren wil ik hier graag toelichten, dus op de volgende slide. Een manier zou kunnen zijn om langzame calorieën te kiezen. Langzame calorieën zijn producten waarbij je er langer over doet om calorieën binnen te krijgen. En hoe lang het duurt, hoeveel tijd het kost om met een bepaald product calorieën binnen te krijgen, is afhankelijk van twee zaken. Aan de ene kant heb je energiedichtheid. Hoeveel energie zit er, hoeveel calorieën zitten in een bepaald product? Dat kent u denk ik allemaal van de etiketten, producten per 100 gram, hoeveel calorieën zitten erin? En als er nou minder calorieën in een bepaald product zitten, dan kost het meer tijd. Of dan moet je er meer van eten om een bepaalde hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. En dat zal dus meer tijd kosten. Nou, een extreem voorbeeld daarvan is water. Water, er zit gewoon geen calorie in. Dus daar kun je oneindig van blijven consumeren voordat je een bepaalde hoeveelheid calorieën binnenkrijgt. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant gaat het om hoeveel tijd kost het om van een bepaald product, met een bepaald product wat massa binnen te krijgen. Dus hoeveel tijd kost het om het op te eten. Dit zal voor veel mensen wat nieuwer zijn. En hoe lang het duurt om met een bepaald product binnen te krijgen, is voornamelijk afhankelijk van de textuur van het product. Producten die harder zijn, droger zijn, dan moet je meer op kouwen, er moet meer speeksel aan toegevoegd worden voordat het veilig is om deze door te slikken. Dus dat kost gewoon nou eenmaal meer tijd en moeite. En een voorbeeld van een langzaam product, of een product waar je meer moet werken om massa van binnen te krijgen, zijn de rijstwafels. Je kunt je voorstellen dat die textuur moet afgebroken worden. Het is een droog product, er moet speeksel bij.
Dus dat kost allemaal tijd. En om dit iets meer tot leven te brengen, heb ik hier twee vergelijkingen neergezet. Ik weet niet of het iedereen kan zien. Maar aan de ene kant heb ik 100 gram water. En dat is nog minder dan een half glas. En aan de andere kant 100 gram rijstwafel. Dat is een complete verpakking rijstwafel, zo'n 15 stuks. En u kunt zich denk ik allemaal voorstellen dat het meer tijd en moeite kost om die pak rijstwafels op te eten, als het überhaupt al lukt, dan dat halve glas water of enige andere drank. Dus dat is het ene voorbeeld. Het andere is sinaasappels. Het is veel makkelijker, of het kost veel minder tijd en moeite om sinaasappels op te eten in de vorm van sap. Eén glas sap, dat stelt niet zo heel veel voor, maar zodra je 4 tot 5 sinaasappels moet gaan eten, dat zit eigenlijk in één glas sap. En dan raak je veel voller en dat kost nou eenmaal veel meer tijd en moeite. Dus ik denk dat dit voorbeelden zijn. Iedereen, iedereen is ervaringsdeskundige van deze producten, verwacht ik, hoe dat is. Dus dit even om kort toe te lichten waarom het zou kunnen helpen om langzame calorieën te kiezen. En dan kom ik bij mijn stelling op de volgende slide. We moeten de burger helpen en we moeten langzame calorieën goedkoper maken dan snelle calorieën. Een manier om dit te doen zou kunnen zijn dat je groente en fruit bijvoorbeeld goedkoper maakt. Dus groente en fruit zijn langzame calorieën. Er zit relatief weinig in en je moet er ook echt wel even op werken voordat je dat binnenkrijgt. Aan de andere kant zouden bijvoorbeeld ook calorische dranken, dus dranken waar energie in zit, die zouden ook duurder kunnen maken. Die zijn zo snel, we hebben al een voorbeeld gezien met die sinaasappelsap, dan krijg je zo snel calorieën mee binnen, je lichaam heeft geen benul wat er binnenkomt. Dus er zijn allemaal extra's. Dus dat is de stelling. Dankjewel. We gaan meteen vragen hoe u hier tegenover staat. Wat vindt u hiervan? Dan begint u gelijk weer over de btw-verhoging, denk ik. of verlaging. Of verlaging, ja. Ik denk dat er zit een deel in prijs, dat geloof ik. Ik geloof ook dat er een deel in kennis zit, een deel in weten. Even heel concreet, dat is gewoon meer een persoonlijke ervaring. Ik woon zelf in Rotterdam-West. Dat is niet het rijkste deel van Nederland, laten we het daar maar ophouden. Ik zag dat daar tussen de middag, en dat gebeurt echt, maar dan komen kinderen thuis om te lunchen en dan krijgen ze een zak chips. Of ze krijgen een pak met koekjes en zaten dan dat als lunch te eten. Die zak chips of die koekjes, die zijn niet goedkoper dan één boterham, één of twee boterhammen. Sterk, of die zijn niet. Daar zit vaak, als jij 2, 3 boterhammen eet, dan ben je goedkoper uit dan dat jij een zak chips of een pak koekjes aan het eten bent. Dus niet alles is prijsgedreven, geloof ik. Daar zit wel een deel in. Ik bedoel, je kan, als je bepaalde producten duurder maakt, zal dat ongetwijfeld effect hebben. Maar het zit ook in het weten wat voor effect het heeft als je dat soort voedsel tot je neemt. En ik geloof, want als jij zelf gaat koken gewoon met aardappels en groenten, over het algemeen is dat toch altijd bij elkaar wel goedkoper dan dat jij bij ons in de buurt een kapsalon gaat halen die 5 euro kost. Het prijsverschil is niet heel groot, dat geef ik toe. Alleen er zit heel veel gemak ook bij, bijna geloof ik. Het is vaak een gemakskwestie over dat je er niet zoveel moeite voor hoeft te doen om op die manier je voedsel tot je te krijgen. Dus prijs zal een component zijn. Alleen ik geloof dat je ook wel, toch ook bij bewustzijn, bewustwording, dat daar nog wel heel veel moet gebeuren voordat we echt zorgen dat die kinderen in dit geval een ander patroon, eetpatroon gaan krijgen. Is dat niet een klein beetje te makkelijk, zeg maar? Want als u echt wat aan het overgewicht wil doen, en dit is een concreet voorbeeld, en u heeft niet zo heel veel mogelijkheden om dat echt te beïnvloeden, maar prijs is er wel eentje die u rechtstreeks kunt beïnvloeden. Het is niet zo dat wij, het is niet zo dat wij zomaar overal de btw kunnen gaan verhogen, hoor. Zo werkt het niet, want daar zitten we wel gewoon aan regels gebonden. Heb je wel een bepaald kader waar je in moet zitten, zeg maar, of zomaar alles kan verlagen. Zo werkt het ook weer niet. Maar dat is niet om erachter te verschuilen. Alleen ik geloof, en dat meen ik oprecht, als ik gewoon als zo'n zak chips kost, wat kost hij, 1 euro of 1,50 euro, ik weet het niet precies. Dan denk ik ook altijd, maar dat is toch veel duurder dan dat jij 3 boterhammen eet en een glaasje melk drinkt. Dus waarom gebeurt dat dan niet, zeg maar? Wat zit daar nou precies achter? Ik weet niet of daar onderzoek wordt gedaan hier ook in deze regio. Is dat gemak? Is dat onwetendheid? Alleen prijs is mij ook te makkelijk. Laat ik het me even terugleggen. Misschien, ik zie meneer Grievink knikken.
En nou weet ik dat dat iemand is die hier echt verstand van heeft. Dus misschien is het aardig dat hij daar wat op... U wordt vriendelijk uitgenodigd. U bent vrijwilliger. Wilt u gaan staan? Mag ook. Ja, dat komt omdat eten met je geweten, dat doen we niet. We eten met onze tong. En zolang mensen ervaren en geleerd zijn dat chips lekkerder zijn, hebben ze 3 keer zoveel geld voor ogen. Dat is het probleem. We eten niet met ons geweten. Met het geweten zeg je, heeft volkomen gelijk. Maar onze tong zegt het anders. En we leerden onze kinderen onze tong te leren. Dat vanaf kindsbenen af al met lekkere dingen te verwennen. En dat wordt dan de standaard. En alles wat dan onder die standaard zit, dan ontstaat een soort schuldgevoel. Ik moet wel, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Wat zou u ons adviseren? Je begint bij de opvoeding. De opvoeding dus dat je inderdaad al leert om dingen lekker te vinden die je van nature misschien niet zo lekker vindt smaken. Zoals, we vinden zoet natuurlijk en zout lekker, ja. Per definitie. Nou, dan moet je proberen die andere smaken lekkerder te maken. Door in de opvoeding al te leren, misschien wel spruitjes te eten bij wijze van spreken. Ja. Maar daar schuilt natuurlijk een groot dilemma in. Want u kunt wel grote ambities hebben om overgewicht terug te dringen. Maar tot hoever achter de voordeur bent u bereid te gaan? Nou ja, ik denk dat we net al hebben aangegeven dat we bijvoorbeeld op scholen bezig zijn om groente en fruit te leren eten. Door het ook een aantal maanden ook te verstrekken. Wij betalen dan een groot deel van, dat, van die groente en dat fruit. Om op die manier ook te zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd met dat soort smaken en ook texturen te maken krijgen. Dat ze dat leren eten. Ik kan niet opleggen wat iemand in zijn winkelmandje moet doen. Wij kunnen wel kijken naar bijvoorbeeld inderdaad de aantrekkelijkheid van verpakkingen. Het is natuurlijk ook wel dat, daar hebben we hele discussies met de voedselindustrie ook over. Het steeds aantrekkelijker maken met bepaalde stripfiguren of dat soort zaken. Dat de aandacht van kinderen trekt, reclame gericht op kinderen, laat ik het zo noemen. Dat we daar ook wel steeds meer terughoudend in zijn. Maar het klopt dat daar natuurlijk wel, het is niet zo dat wij even vanuit de overheid 1 knop indrukken en dat we dan kunnen zorgen dat inderdaad in de opvoeding datgene wordt gedaan wat je misschien verstandig acht als overheid. Daar waar we wel wat invloed op hebben, proberen we dat dan wel te doen. Oké. Ik stel voor dat we eens in het publiek gaan kijken of daar vragen zijn. En we hadden aan het begin de afspraak dat we de kalverfraude wat zouden voorkomen. We zullen zien, hè? Maar het gaat over voedsel. Nee, maar ik vind het prima om het daar ook over te hebben. Okay. Dat maakt me niet uit. Alleen je zei, ik moest kiezen. Dus dat klopt dan heel braaf. U heeft hier de afgelopen dagen ook vrij veel over gezegd in andere interviews. Dus ik denk dat het goed is om naar voedsel te kijken. Ik zag 2 vingers. Vindt het goed als ik eerst naar achter ga? Dan gaan we van jong naar oud. Nou ja, dat is wel een beetje onbeleefd, Nico. Misschien wel gaan staan. Okay. Ik denk wel dat ik het goed dat ik aardig goed had ingeschat. Goed. Wil je kort je naam zeggen en dan je vraag stellen? Sorry, dat mag nooit, hè. Hi, ik ben Lara Simming van de gemeente Ede. Ik had een korte vraag. Een aantal weken geleden heeft iets verder naar het zuiden in Frankrijk president Macron zijn boeren toegesproken. Nou, die heeft eigenlijk gezegd, ik help jullie, maar jullie moeten wel moderne eigenlijk produceren. Maar ik zorg voor de regelgeving. Nou is de situatie in Frankrijk natuurlijk wat anders dan in Nederland. Maar wij zijn wat meer gericht op de export bijvoorbeeld. Maar wat kunnen wij hiervan leren en wat kunnen we daarvan wel naar Nederland vertalen? Goeie vraag. De situatie in Frankrijk is inderdaad wel wat anders dan in Nederland. In Frankrijk heb je, het verschilt overigens ook wel weer, maar de Nederlandse boeren zijn over het algemeen, durf ik wel te zeggen, iets innovatiever dan de Fransen. Dus heel veel Nederlandse boeren, het zit ook alweer een beetje in de Nederlandse genen, merk ik altijd wel. Op het moment dat er iets niet gaat of ingewikkeld is, gaan wij al vaak nadenken over wat dan wel kan. En ik merk dat in andere landen toch al vaak eerst heel veel weerstand gaat ontstaan dat het moeilijk is. Dus Nederlandse boeren accepteren misschien niet, maar proberen daar weer een nieuwe weg in te vinden in een nieuwe situatie. Dat geldt bijvoorbeeld ook ten aanzien van ook wel wat meer duurzaamheidseisen, productiemethoden. En daar hebben wij wel iets, zijn wij wel wat verder op onderdelen. Ik noemde het voorbeeld van bijvoorbeeld met minder water onze producten telen. Dat is in Zuid-Europa is dat een veel groter probleem, dat ze er ook veel meer met droogte te maken hebben. Nou had ik niet met de Fransen daarover, maar met de Spaanse collega had ik het erover. Die zei,
Dat is wel opvallend, want jullie hebben altijd een overschot aan water en jullie gaan zitten nadenken over hoe je met minder water produceert. Wij hebben een tekort aan water en we denken er niet over na. En zij vroeg mij, kunnen jullie ons helpen ook, want in Spanje hebben wij echt enorm tekort aan water en bedreigt dat onze landbouw en willen jullie ons helpen? Dat, dat willen wij, dat kunnen wij. Maar het geeft wel een beetje weer hoe het verschil ook, denk ik, in de landbouw tussen, in dit geval, nou, wat jij noemde, Frankrijk en Nederland is. Tegelijkertijd zeg ik ook, met name, wij vragen, wat ik net al aangaf, best veel van onze boeren rondom dierenwelzijn, rondom duurzaamheid, rondom biodiversiteit. Allemaal zaken die we maatschappelijk ook van belang vinden. Maar dat we daar dus geen eerlijke prijs tegenover zetten, zodat ze dat ook kunnen realiseren. Ik denk dat daarvoor Nederland de grote opgave ligt, om te zorgen dat onze boeren juist die stappen kunnen zetten die we nodig vinden op dat soort terreinen. Maar dat we daar dus ook zorgen dat ze daar nog een inkomen uit kunnen halen. Ik denk dat dat voor Nederland veel meer de uitdaging is om daar de goede stappen, de goede kant op te zetten. Dat betekent ook dat een deel van de boeren, en dat zit er met name ook wel in meer rondom Brabant-Limburg. Bijvoorbeeld varkensboeren die enorm te maken hebben met fluctuaties in hun inkomen. Nou is dat bij boeren al, bij varkensboeren altijd al geweest, want je hebt de varkenscyclus, waar is dat? Maar een deel heeft, komt er ook bijna niet meer bovenop. Die zit echt heel erg klem. Kunnen dus ook niet meer innoveren. Zitten dus aan alle kanten vast. En ik had daar ook pas een gesprekje over met de commissaris van de Koning in Brabant. En die zei, weet je, we zitten natuurlijk heel te duwen ook op die varkensboeren, van dat ze anders moeten produceren. Maar vergeet niet dat die mensen gewoon eigenlijk aan het werk zijn voor niks. Ze kunnen het net ronddraaien, maar ze verdienen er niks aan. En dan moeten wij als overheid, en dat hebben we ook in het regeerakkoord opgenomen, zorgen dat we het mogelijk maken dat die bedrijven ook gaan stoppen. Dat we ook ze een kans geven om hier uit te gaan. En dan ook maken wij, hebben wij bijvoorbeeld ook geld vrijgemaakt voor een warme sanering van die sector. Ik ga u zo onderbreken, want ik denk dat er nog een boel mensen zijn die ook nog vragen willen stellen. Ja, maar om aan te geven, je moet dus heel goed kijken waar zitten de knelpunten en waar kunnen we daar een deel wegnemen. Tegelijkertijd, waar zitten de mogelijkheden, maar hoe zorgen we ervoor dat onze boeren daar ook kunnen komen? En dan moet je daar dus ook voor zorgen dat daar wel de middelen, dat zij daar ook een boterham aan kunnen verdienen. Oké, dank u wel. Denk aan onze boeren en hun portemonnee, dat is eigenlijk wat u zegt in een heel klein zinnetje. U had de vraag ook. Mag ik u het woord geven? Ik hou hem vast. Wie bent u en wat is uw vraag? Meneer Smalt, ik heb een aantal jaren gewerkt als jeugdarts in Kadaleiland in Utrecht. Over het stimuleren van gezonde voeding nog even. Je moet natuurlijk nog eerder beginnen op het consultatiebureau. Wij probeerden dat door met 4 maanden in plaats van een zoete fruithap om dan groenten te stimuleren. Maar tegelijkertijd zie je dat er nieuwe producten komen. Bijvoorbeeld de beruchte pyjama-papjes, waar heel Kanaleiland aan verslaafd is. Een soort snoeppap, waardoor kinderen uren stil zijn. En er zijn kinderen die wel 5 pyjama-papjes per dag kregen. En nou, die inderdaad helemaal tonnetje rond waren. Dus ik zou het liefst uit de schappen gewoon die pyjama-papjes willen halen. Dus er komen ook steeds meer producten die gewoon niet gezond zijn. De pyjama-papjes uit de schappen. Dan moet ik even heel eerlijk zeggen dat dit echt het beleidsterrein is van mijn collega Paul Blokhuis. Dus zo goed ben ik niet ingevoerd in de pyjama-papjes en de kinderen en wat daar speelt. Dus ik vind het heel, ja, ik weet daar net wat te weinig vanaf om daar goed op te kunnen antwoorden. Maar het belang van het stimuleren van gezonde voeding al vanaf jonge leeftijd, ik denk dat dat onomstotelijk vaststaat. Oké, dankjewel. Ik stel voor dat we eerst naar de derde pitch gaan. En daarna kijken we nog een keer de zaal rond of er nog vragen zijn. Prima. De derde pitch vanavond, zoals aangekondigd, komt van Leon Meijer, wethouder in de gemeente Ede. En in zijn portefeuille onder andere food, oftewel voedsel. Ga je gang, Leon. Dankjewel. Ja, bij een pitch hou je meestal verhaal en dan stort je over de zaal uit. En ik wil u toch een klein beetje betrekken. Hoeveel is 1 plus 3? Niemand? 4. Waar heeft u dat geleerd? School, basisschool. Oké, u heeft gesport, u heeft een heel eind gefietst, u komt thuis. U heeft eigenlijk flink wat verbrand. Nu moet u uw lichaam weer een beetje oppoetsen. En dus de keuze uit yoghurt en kwark. Wie van u kiest yoghurt? En wie van u kiest kwark? Raar hè, dat we dat niet leren op school.
Want natuurlijk kiest u kwark, want er zit meer eiwit in. Dat heeft u natuurlijk ook meegekregen op uw basisschool. U leert wel tellen en u leert niet wat uw lichaam elke dag nodig heeft. Karl. Karl eet kip, droogbrood, aardappels en cola. En Karl is 13. En wat mankeert Karl volgens u? Karl is blind aan het worden. Een jongen in Australië in een gewoon, normaal, westers land. Blind aan het worden omdat hij vitamine A mist. Lennart is een echte vriend van mij. En Lennart had iets meer omvang dan ik. En Lennart was op vakantie in Zuid-Frankrijk en reed terug naar huis. En moest om het uur stoppen bij een tankstation. Niet vanwege zijn auto, maar vanwege dat hij elke keer naar de wc moest. En hij dacht, ik heb blaasontsteking. Echt helemaal fout. Dus hij komt terug naar de dokter. En de dokter zegt, je hebt diabetes. En maak je maar klaar, de rest van je leven kom je hier niet meer vanaf. Of, diabetes type 2, het is met je eetpatroon. Of je moet je hele leven op de kop gooien en heel anders gaan eten. Ik zag Lennart en ik herkende hem even niet meer. Want hij was 70 kilo kwijtgeraakt in een paar maanden tijd. En hij zei, en waarom heeft eigenlijk maar niemand mij dat verteld? In 2014 startte ik als wethouder hier in de gemeente Ede. En ik kreeg jeugdzorg en ik kreeg duurzaamheid in de portefeuille. Ik kreeg verkeer, beheer openbare ruimte en voedsel. Want zeiden we in Ede, voedsel is een thema, daar willen we echt mee aan de slag. En het is niet zomaar een hobby van een wethouder. Je krijgt ambtenaren erbij. Nou, een aantal zaten in de zaal en hadden heel veel kennis, dat zagen we net. Je krijgt er een budget bij, een aantal miljoen. En je gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat voedsel hier een belangrijk item wordt. En voedsel is al een belangrijk item. Wat betekent dat een belangrijk item? Dat betekent dat je naar de basisscholen gaat en zorgt dat kinderen de juiste vinger opsteken als ik vraag yoghurt of eiwit. Omdat ze weten, yoghurt of kwark, dat ze weten, omdat in kwark meer eiwit zit, dat je bij een sporten kwark gaat eten. Dat betekent dat kinderen op de scholen een moestuin krijgen. En weten weer, voedselvaardig, ook waar de melk vandaan komt, maar ook waar die radijs vandaan komt. En dat je hem niet zomaar weggooit, omdat je weet hoeveel water je zorg je hem gegeven hebt. Maar dat betekent ook dat ik in gesprek ga met sportkantines. Met sportkantines praat, wat doe je met je sport? Als je heerlijk gevoetbald hebt, dan kom je van het voetbalveld af. En wat doe je dan? Dan eet je een kroket en een frikandel. Ja, kom nou. Dus beste sportvereniging, als je subsidie wil, en dat krijg je meer subsidie als je een gezonde sportkantine hebt. Nou, toevallig net de twee best presterende sportclubs van Ede zijn begonnen met een gezonde sportkantine. Dus tegen al die andere degraderende sportclubs kon ik zeggen, ja, dat is logisch dat je een degradeert. Maar kinderen, sporters, even een sprongetje naar mensen van 65 plus. Het ziekenhuis, het voedselziekenhuis van Wageningen, van Ede, kwam naar ons toe. En die zei, 65-plussers komen, 80% van de 65-plussers die naar het ziekenhuis komen, zijn ondervoed. Welkom in het welvarend Nederland. Ondervoed. Omdat ze een slecht eetpatroon hebben. Dat betekent dat A, dat ze als ze hier binnenkomen, dat het riskanter is te opereren. Dat ze hier langer in het ziekenhuis zitten. Dat als ze naar huis gaan, jullie veel meer geld kwijt zijn via WMO-middelen om ze weer aan te sterken en langer thuis te laten wonen, kunnen we hier samen wat aan doen. En samen met het ziekenhuis, samen met de thuiszorg, gaan diëtisten bij ons de wijk in. Om mensen te helpen meer eiwitten te eten, gezonder te zijn, gezonder langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar nu lijkt het allemaal gezondheid gerelateerd wat je als voedselwethouder doet. Maar dat is niet alleen, want we hebben ook klimaatproblemen. En die hebben ook wel een relatie met de landbouw. Wat doen we met de mest in ons gebied? En wat als in China net zo veel vlees gaan eten als wij hier doen? Dan hebben we echt een probleem in de wereld. En hebben wij eigenlijk wel zoveel vlees nodig? At die oma in haar soep zoveel vlees als wij tegenwoordig in onze soep gooien? Of kan het ook minder? Kunnen we dan ook gezond blijven? En ja, dat kan. Samen met de landbouw nadenken over hoe hou je de landbouw duurzaam. Dus ik mocht als wethouder een satéprikker steken door al die beleidsterreinen. En daarmee werd ik de eerste voedselwethouder van Nederland. En dan stak ik andere steden aan met een citydeal voedsel. Gingen we naar Den Haag om te zeggen, je hebt een voedselbeleid nodig. Je hebt een minister van voedsel nodig. Dat woordje kwaliteit mag er afknippen.
landbouw, natuur en voedsel. En dat betekende ook dat men internationaal tegen ons zei, hey, wat is Ede daar aan doen? Jullie pakken niet alleen obesitas, of je pakt niet alleen een mestprobleem, maar je pakt alles geïntegreerd samen. En daarom is mijn stelling, na 21 maart heeft Nederland echt de kans, elke gemeente een voedselwethouder. Dankjewel, Leon. Uw reactie? Ja, het zou heel fantastisch zijn natuurlijk als dat gebeurt. Ik zou zeggen, spread the word. En ga gewoon ook in andere regio's laten zien wat jullie er aan het doen zijn. Ik heb vanmiddag al eventjes met Leon Meijer gesproken en ook met andere mensen hier uit het lokale bestuur. En aangegeven dat jullie hebben wel een unieke situatie. Je hebt heel veel producenten bij elkaar. Dat bleek net al even meer dan dat wij dachten dat er was. Maar je hebt ook eigenlijk al heel veel instellingen bij elkaar zitten die de kennis bij elkaar kunnen brengen. Waardoor je elkaar echt verder kunt brengen op dit thema. Dus ik denk ook niet, kijk, voor jullie is het misschien allemaal heel erg normaal en vanzelfsprekend dat dit zo gebeurt. Ik denk dat vooral ook nu de kunst is, en dat is niet alleen voor de wethouder, maar in het algemeen, hoe zorgen jullie als degene die heel veel weten, dat je dat ook veel makkelijker laat landen in de rest van het land. Dan heb je pas echt impact op Nederland en dan werken wij graag samen met jullie. Daar hebben we het vanmiddag ook over gehad. Maar ik zou ook zeggen, probeer het belang van het thema ook veel breder uit te zetten in de rest van het land. Want dan kun je misschien inderdaad een veel grotere kracht gaan maken. Volgens mij wordt er volop aan gewerkt, zowel vanuit Ede als vanuit de Food Valley. Maar ik zal niet voor eigen parochie hier preken. Dat wil zeggen, ik wilde nog terugkomen op een element wat we eerder aan bod hebben zien komen. U gaf aan het begin van deze avond dat u graag veel meer kennis wilt laten exporteren. Ja. Nu is Nederland, en dat is ongetwijfeld vandaag ook verschillende keren tegen u gezegd, en u wist dat waarschijnlijk ook al wel, de tweede voedselexporteur ter wereld. Ik was eigenlijk ook nieuwsgierig aan het eind van uw ambtstermijn. Is Nederland dan nog steeds de tweede voedselexporteur ter wereld en is die positie versterkt, wat u betreft? Nee, het gaat mij niet om het doel of wij meer gaan produceren met elkaar. Het gaat mij om het doel wat wij produceren, op welke manier en voor wie. En ik denk dat daar de vraagstukken veel meer gaan komen de komende periode. Dus dan heb je te maken met de vraagstukken, we hebben het hier heel de avond al over gehad, over de duurzaamheid. Maar ook dus over hoe zorgen wij dat de rest van de wereld ook nog wel voldoende mogelijkheden krijgt om die monden te voeden. Dat moeten we niet onderschatten. We hebben het heel vaak over klimaatmigratie. Maar heel vaak is dat ook gewoon voedsel. Dat heeft te maken, als mensen geen voedsel meer hebben, gaan ze trekken. Dat deden ze in de Bijbel al, dat hebben wij gedaan. Dat doen ze daar ook. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dus het zou mijn, en daar ben ik ook mee bezig samen met collega Kaag, om ook te kijken dat we daar ook in het hele ontwikkelingsbeleid dit thema veel sterker in naar voren kunnen gaan brengen. Om te zorgen dat wij daar als, bijna een soort erekwestie, om te zorgen dat wat wij in huis hebben, dat de rest van de wereld daar ook in mag meedelen. Ja. Dus dan heeft het voor mij, gaat het niet om hoeveelheid productie of iets dergelijks in fysieke zin. Dan gaat mij het erom. Wat kunnen wij op welke manier produceren op zo'n manier dat de hele wereld daar ook echt profijt van heeft? Ik denk dat u daarin met de Wageningen Universiteit en ook deze regio partners zal vinden om dat te doen. Maar toch, want u gaf zelf bijvoorbeeld het voorbeeld van het gebruik van water. Om een voorbeeld te noemen, bij tomaten wordt wereldwijd gemiddeld ongeveer 250 liter water gebruikt om 1 kilo tomaten te produceren. In Nederland is dat minder dan 9 liter water. Dat is een onvoorstelbaar verschil. Dat tekent hoe innovatief en hoe ver doorontwikkeld onze primaire productie is. Als je kijkt naar hoeveel monden gevoed moeten worden, dan zou je toch die hele efficiënte, 5 keer efficiënter dan het Europese gemiddelde, die hele efficiënte voedselproducent toch juist een leidende rol willen laten spelen. Misschien verder willen laten uitbouwen. Maar ik denk niet dat het zaken uitsluit. Alleen, het is niet zo met ons. Nederland is niet zo heel erg groot. En op een gegeven moment zitten er ook wel grenzen aan hoe ver je kunt gaan daarmee. En moet je daar dus ook niet continu de focus op leggen dat alleen maar groot moet worden. Hoewel onze eigen boeren zo innovatief zijn dat ze inderdaad ook nog efficiënt kunnen produceren.
maar tegelijkertijd gewoon onze opdracht breder zien. Bijvoorbeeld ook het type landbouw dat er is in heel veel landen. Hoe we daar ook bij aan kunnen sluiten met de technologie die wij hebben. Over anderhalve maand hoop ik in Rome te spreken, ook op een groot congres, waar over de small farmers, de kleine boeren, centraal staat. Wij denken hier heel vaak in dat, misschien, of, nou ja, ik denk hier niet, maar heel veel Nederlanders denken over het algemeen nog wel, dat in het buitenland de boerderij hetzelfde is als hier in Nederland. Dat is natuurlijk niet waar. In heel veel landen, met name ook in Afrika, zijn dat juist eenpitters die heel eigenlijk alleen voor het eigen gezin bijna nog aan het produceren zijn. En als je die al een klein beetje extra helpt met hoe ze met bepaalde technieken net wat beter kunnen produceren, dan is het niet alleen voor het eigen gezin, maar kunnen ze misschien ook nog 4 of 5 of 6 andere gezinnen helpen. Dus ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken hoe we daar ook onze hulp kunnen gaan inzetten om het wereldwijde voedselvraagstuk dat er wel degelijk is, om daar wel een bijdrage aan te kunnen leveren. Oké. Voordat we gaan afronden, stel ik voor dat we nog even een rondje door de zaal maken. Ja, kijk. Heel veel handen. Ja, dat afronden kan nog wel even duren, zo te zien. Ik moet u gaan teleurstellen. Als het nou niet voedselgerelateerd is, dan mag u uw hand naar beneden doen. Kijken wat er dan gebeurt. Ik ga nog meer met mijn handen omhoog, ja. Fijn. Ik had hier vooraan, die meneer had ik eigenlijk al aangewezen, daar ga ik mee beginnen. En daarna evalueer ik of we nog tijd hebben, we zijn al over de tijd heen. We willen graag zo met elkaar nog een drankje doen en om 10 uur gaat deze school sluiten. Dus we hebben, wat dat betreft zitten we gewoon aan een tijdlimiet gebonden. Ik ga u het woord geven, we kijken wat er komt en wat daarna nog mogelijk is. Uw naam graag en uw vraag. Mijn naam is Moussa Isho en mijn vraag heeft betrekking op de hoeveelheid suiker in onze voedsel. Tegenwoordig zit suiker ook in tomatenketchup, ook in soep. U had over uw heerlijke oma-soep. Ik denk niet dat zij klontjes suiker erin gooiden. Tegenwoordig zit in blikjes soep wel. Natuurlijk zijn mensen vrij om te bepalen wat zij eten. Maar als mensen naar de supermarkt gaan en in meer dan de helft van het voedsel aanbod zit suikers, toegevoegde suikers, zoetstoffen. Is er dan echt nog wel sprake van vrijheid? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dankjewel. Kort. Ik word gelijk gezegd kort. Ik denk dat hier inderdaad de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ligt ook. Niet alleen van de overheid, maar ook van de producenten. Het gaat overigens alleen niet over suiker. Suiker zijn we al lang een discussie over te voeren. Nu is zout ook weer een groot probleem. Dus dat zit op meerdere plekken. Maar het is belangrijk dat wij daar ook inderdaad meer naar afspraken gaan. Dat dat naar beneden gaat. Omdat het heel erg de smaak weer gaat bepalen waar wij later aan verslaafd raken. Oké, dankjewel. Dat was kort. Ja. Ik ga nog één vraag doen en ik ga aan deze kant van de zaal kijken, want we zijn zo'n beetje van die kant naar deze kant gewerkt. Vooraan dan maar, helemaal rechts vooraan. Ga staan, zeg je naam en de vragen bij. Ruben van Wigge, ik ben student. En mijn vraag ging over een collectief dat er een tijdje geleden was geweest om kippenvlees duurzamer te maken. Ja. Dat collectief was er toen niet doorheen gekomen of door de mededelingswet, waar u het net ook over had gehad in de pitch. Hoe zou u er tegenover staan als in die wet bijvoorbeeld een verandering wordt gemaakt, zodat producenten, collectief producten kunnen gaan aanpassen op gezondheid en duurzaamheid? Dat is precies wat wij gaan doen. Dit was de aanleiding, dat was het initiatief De Kip van Morgen. En daar was inderdaad een collectief die met de supermarkten, retailers afspraken wilde maken om daar een stukje op de prijs te doen op het moment dat zij dat duurzaam konden gaan aanbieden. Dat mocht niet van de ACM. En dit is de aanleiding geweest om met dit wetsvoorstel te komen dat we binnenkort hopen in te dienen, waardoor dit straks wel mogelijk is. Ja. Goed bezig hoor ik hier. Maar van akte. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel voor je komst. Mag ik u danken? Mevrouw, ja, mag ik nog Carole Schouten, u mag nog één uitsmijter doen, vanzelfsprekend. Dus ik mag het wel zeggen, denk ik. Aankomende woensdag, dat weten jullie ongetwijfeld, is het biddag. En ik moet zeggen dat ik daar over het algemeen wel elk jaar naartoe ging, als dat ook lukte met mijn werk. Maar sinds ik dit mooie ambt mag bekleden, ben ik steeds meer de waarde in gaan zien van biddag. En dat we ontzettend dankbaar mogen zijn dat wij in een land leven waar heel veel overvloed is. Dat we ook tegelijkertijd afhankelijk zijn in de productie van ons voedsel. Van heel veel zaken waar een boer niet altijd, hoeveel controle die ook wil, altijd controle op heeft. Maar laten we ook, bijna misschien letterlijk, ook onze handen elke dag vouwen om te danken ook voor alles wat we hebben. Dankjewel.
Met deze woorden denk ik een warm applaus voor onze minister Carola Schouten. Hartelijk dank voor uw komst en wat een kennis en kunde. En ik denk dat wij dat hier in onze regio goed kunnen gebruiken, Arjan. Is dat niet zo? Jij ook hartelijk dank voor de tijd die erin hebt willen steken en voor je gesprek met minister Carola Schouten. Ook voor jou een presentje. Hartelijk dank aan de drie pitchers van deze avond. Jeanette van der Boer, dankjewel nogmaals. Peter Jansen, dankjewel. En Leo Meijer, dankjewel. Mag ik u allen hartelijk danken voor uw komst. Er is op dit moment aan die kant van de zaal waar u ook binnenkwam nog gelegenheid voor een drankje en een hapje. Neemt u daar gerust de tijd voor. We kunnen elkaar ontmoeten. We hebben daar zeker op gerekend. En om ongeveer om 10 uur gaan proberen af te sluiten. Want dan gaat deze school haar deuren sluiten. Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis.